DAZN. Westerlo, welke indruk maakte hij toen? Wat hij altijd heeft, dat is een truitje nat maken werken, voor de ploeg. Hè? Tussen de lijnen te komen. Ja, ik denk dat dat een rol is die hem moet liggen, wat hij al vaker heeft. Ja, snel een rol. Die omschakeling, die goede uittrap. Best wel iets goed, want nu... Dit is geen cadeau voor Simic, helemaal niet. Vermand, ja, binnen. Wat een bal van Marius. De vlag is omhoog, de vlag is omhoog gegaan. En dan is het geen 1-0. Dit had het moment van Romeo Vermand kunnen zijn. Hier bij de steel, waar staat Vermand? Ervoor of erachter, lijkt mij achter de bal. Het is goal! Het is goal! En nu mag hij nog eens gaan juichen. Romeo Vermand lag op de loer. En deze mensen balen natuurlijk. Jesper Fredberg en Wouter van den Houten. Want dit is een goal weggeven in het geval van Anderlecht. Maar... veel ruimte voor Hans van Aken. 4-4. Dat is goed gedaan van Romeo Vermand. Even als tussenstation. Solis op zijn manier. Ja, iets te braaf. Uitgespeeld toch. Skovolse met een donker bij zich. Seis. Van Aken. Ja, Shari. Ja, Shari. Mooie gestrekte uithaal met links. Dat scheelt niet zoveel. Schot was zeker heel goed vertrokken. Uiteindelijk wel redelijk vroeg zichtbaar, dat het wel net te hoog ging zijn. Petje terug. Hè? Ja, petje terug op en een uitstekende bal. Onyedika, Olsen. Skov Olsen moet daar toch altijd scoren. En legt hem te braaf weg. Te braaf inderdaad, als je vlamt. Solis. Nu moest er eigenlijk een voorzet komen. Oh nee. Stroeikens doet weer iets fout. De hand van Kozemans. Wat heeft Stroeikens vandaag? Solis. Einde van de eerste helft nog niet. Nee, vergrote twijfel nog even. Nu dan wel. Er is applaus, maar de mensen zullen ook wel zeggen, Anderlecht is echt nergens, moet je bijna zeggen, club. Ja, Shari. Skov Olsen. Tweede zone, daar is Vermand, daar is Vermand. Of gewoon Solis met nu al de 2-0 in minuut 4. Aan de rechterkant hier, goede paas is het, goede opening. En dan Skov Olsen. Misschien net er voorbij, die knieën. Die knie? Nou, nipt. Zou kunnen dat het nip buitenspel is. Dat is nog lang niet zeker, die 2-0. Denk je dan? Dan is het goal, hè, als zo nip. Niet? Ja. Toch? Het is toch veel erger om een... Het is buitenspel, ja, ja. De knietjes zijn voorbij, dus... Dat zijn de twee die zich daar lijken klaar te maken. Toch echt wel een probleem met de Dozy dan. Niet zo'n heel kleintje. Want anders zou hij toch altijd spelen, denk ik. Draaier. Seis. Stroeikens. Ja, redding van Mignolet zo warm. Want dit was een gevaarlijke bal. Dat is goed gevoetbald. Prima hoor. Vermand nu doorsteken. Dat is een gemiste kans om hem mee te geven met Solis. Dit kan ook nog. Nu nog eens meegeven. Nee. Nu had hij ook nog naar Yashari gekund. Ja. Geen idee. Nou, er is weinig af te lezen natuurlijk van het soms emotieloze gezicht. Enigma. Een enigma, dat is het helemaal. Kijk. Iemand met een persoonlijkheid. Brani en bravoure. En een goede... trap met links. Mooie traptechniek. Amuzu, dat wordt een onmogelijke missie. Afgestopt door Mechelen. Oh. Geen buitenspel dit. Solis, niet makkelijk en nog veel volk. Ja, dat is niet echt op snelheid. En daar heeft Van Aken de ruimte gezien en is Kozemans gezien. En is er het eerste doelpunt van Chemzin Talbi. 2-0 voor Club Brugge. Eerste competitiegoal dit seizoen. Hij heeft er al eens eentje gemaakt, hoor. Zie ik.
Er zit ook nog een bekerwedstrijd tussen. Hier nog. Kijk, 2-1. Het is onwaarschijnlijk, maar Simic brengt zowaar nog de spanning in de slotfase. Nou ja. En dat dit Club Brugge overkomt. Ja, zoals zo vaker. Moet je dat moet je ook zeggen. Nee, dat is zo. En dan moet je blij zijn dat je nog een tweede hebt gemaakt. Maar er blijven nog wel wat minuten. En pas op, het gaat zeker het toch nog, vijf extra zijn. Nerveus worden. Van waar die komt. Het is geen buitenspel. Jurgensen en Ordóñez hingen aan elkaar. Amuzu. Draaier. Oh, bijna was het zover. Vázquez. En dan toch nog. Dan kan hem toch een glimlach af bij Nicky Haaien. Want hier gaat het einde van de wedstrijd gefloten worden door Jasper Vergoten. Ja! Club Brugge pakt hem. 2-1. Maar wat is het nog klopt.